vandaag om te laten zien dat we ook in SNS alvast goed zouden kunnen wonen. Okay. Dus we maken het hier heel gezellig. Dus voor de ouders die hun kinderen, waarvan hun kinderen geen kamers kunnen vinden in de stad, dit staat gewoon leeg. Dus, wat vind je daarvan? Nogmaals, ik ga niet, ik ben niet van de persvoorlichting, dus ik ga daar niet over zeggen. We willen eigenlijk wel gewoon aandacht vragen voor het verleden, voor het feit dat SNS gewoon heel veel in vastgoed heeft geïnvesteerd dat nu allemaal leeg staat. En dat het ook gewoon een betere bestemming kan krijgen dan leegstand. Waar jarenlang de winsten privé waren, worden nu de verliezen gecollectiviseerd. Dat pikken we niet. Daarom hebben we drie hele simpele eisen aan de SNS-bank. Dat is, ten eerste, dat de leegstaande panden uit de vastgoedportefeuille van SNS worden omgebouwd tot betaalbare huurwoningen en studentenkamers. Het is ten tweede dat topsalarissen en bonussen van de afgelopen jaren moeten worden terugbetaald. De nieuwe directeur die nu een 500.000 verdient, ons geld, moet zijn 500.000 inleveren en ervoor een fatsoenlijk salaris krijgen. Net als wij. Ten derde eisen dat er een onderzoek komt naar de vastgoedsector in Nederland. Wie profiteert er van deze leegstand? They have been stupid and careless over spending. Ik denk dat ons kamp hier voor de deur wordt.